Welkom dames en heren bij een gloednieuwe video op het YouTube kanaal Mikey de Dreespot. Vandaag gaan wij iets heel anders doen dat jullie van mij gewend zijn. Vandaag gaan wij Trains and World spelen. Dat is een game. Ik heb het al één keer eerder geüpload, maar ook verwijderd. Dus jullie hadden het kunnen zien. Dat was de verkeerde. Jullie hadden het kunnen zien op mijn YouTube kanaal. Eerder, voor degenen die het gezien hebben, ja, dat was zonder mijn microfoongeluid en zonder omroepen. Vandaag is het met mijn microfoongeluid en met oproepen. Vandaag zullen wij stoppen te... Ja, het is Duits, hè, dus ik kan het niet helemaal uitspreken. Ennepetal en Schwellem, en dan zijn bestemming Ruppetal. Dadelijk zal je... Wat is dat nou? Je zal tussendoor omroepen horen van mij en... Van Google Translate heb ik het even ingevoerd. Voor het voor jullie leuk te maken in het Nederlands en Duits. Klik even op het duimpje omhoog. Abonneer zeker op de YouTube kanaal. Dan gaan we zeker weten beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Dus ik heb wel anders dan wat ik normaal doe. Nou, wij moeten even wachten nog. Nou, dan kunnen wij vertrekken. Gaan wij hem ook gewoon aanzetten. Nou, we hebben groen sein. Dat is fijn. Ze zijn hem gelijk helemaal vol. Lijkt me... Oh. Die omroepen, dat is echt een gedoe om te fixen. Oh, nee. Willkommen in de Intercity zu Wuppertal. Welkom in de Intercity naar Wuppertal. Nou, dat is duidelijk. Het is een redelijk lang stuk, ik denk. Het zou zijn half uur, drie kwartier, zoiets. Ik heb echt geen idee. Nou, we gaan rijden. Ik zal niet al te vaak praten, ook een beetje stil zijn tussendoor. Om het voor jullie zo rustig mogelijk te maken en zo echt te laten lijken. Nou, wij gaan in ieder geval helemaal optrekken naar 70. Dat lijkt me best wel een goeie. We mogen dadelijk 150, hè? Besef, dan mogen ze in Nederlands nog niet eens. Zo, dat kwam er niet helemaal zo. In Nederland mogen ze dat nog niet eens. Oh, hier gaan we naar beneden. Tractie los. Omhoog, dat vind ik best bijzonder. Nou. En dan gaan we optrekken naar 150. Dat is wel een goed harde snelheid, kan ik jullie vertellen. Of een goed harde snelheid. Een goede snelheid, ja. In Nederland mogen ze het niet. Maar wij doen het wel. Hoeveel bakken hebben we trouwens vandaag bij? Ik heb er echt niet op gelet. Wij hebben er 1, 2, 3, 4, 5. Dus we moeten met 5 bakken rekening houden. We kunnen misschien even een drive-by'tje doen. PS, zet je geluid alvast wat. Oh, we zitten in de muur. Dat is iets minder. Even denken, komt er nog een tegentrein ergens? Ik heb echt geen idee. We wachten het af. Kijk, nu kunnen we dadelijk een... Zet je geluid zachter. Een drive-by'tje. Wacht, staan mijn lichten goed? Nee, dat staan ze niet. Dan moet ik dadelijk even op het volgende station even fixen. Ga ik waarschijnlijk vergeten, I know. Nou, drive-by. Helemaal leuk. Wacht even waar. Oh! Ah, we gaan te hard rijden. Een kilometer. Goh. Even denken. Rear headlights bright is het dan toch. Ja, dat was hem. Ik zag het heel snel in mijn ooghoeken. Nou, maar dan nu kunnen we eigenlijk uit laten rollen. Ja, dat is duidelijk. Hoezo gaan wij opeens...
Oh, we gaan een berg op. Ik dacht, hoezo rennen wij opeens zo snel af, joh? Dit is heel irritant altijd een berg oprijden met de trein. Nou, we zijn nog steeds een berg op aan het rijden. Nou, is misschien ook wel goed dat we een klein beetje remmen, hoeft nog niet, maar we laten hem uitrollen. Ik denk dat we daar best wel een eind mee komen, als ik eerlijk ben. Dit spel is zowel te spelen op de PlayStation als op de PC. Ja, het is echt een aanrader. Ik denk, ik check het er maar even bij. Stel, mensen willen het spelen. Je weet het niet. Het heet Trenchant World 2. Je hebt ook een versie 1. Ik zou als ik jou was 2 kopen. Want 1 is even duur, maar 2 heb je dan nog wat meer. Dus ik zou dat doen als ik jullie was. Nou ja, je moet het in principe helemaal zelf weten. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik ben echt voor iemand die altijd veel te vroeg remt. Maar echt veel te vroeg. En ik weet dat ik echt cruise control kan instellen. Hè? En ik weet het, maar... Ja, ik weet niet hoe. Dan moet ik een keer opzoeken, denk ik. Zo. Sorry. Nou, en dan gaan we hier de bocht door. En dan... de omroep doet weer moeilijk, jongens. Nou, remmen die zooi. Doe ik het alweer. Het gebeurt gewoon alweer. Die nächste station is Ennepetal. Het volgende station is Ennepetal. Zo, de Nederlandse omroep heeft er een beetje moeilijk mee. Nou ja, wij gaan even remmen. Zijn we op tijd? Ja. Een beetje tractie. We moeten rekening houden met dat we... Hoeveel bakken was het nou? 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga hem... Oh, veel te laat. Of ik doe het altijd veel te laat of veel te vroeg. Wat even op 1. Staan we nu helemaal op het station? Nee. Nee, hierdoor gaan we wel te laat komen. Jammer dan. We moeten er ook nog goed op staan. Zo. En laten we de passagiers even uitstappen. Nou, we zijn nog wel op tijd. Nou ja, we zijn nog op tijd aangekomen. We gaan op tijd weer weg. Het volgende station is Schwelm. Ik kan het niet eens uitspreken. Zo schrijf je het. Ik vind het echt heel raar. Nou ja, het zal wel. Stel maar, ligt er nou goed? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja. Oh, we zijn iets belangrijks vergeten, jongens. Oh. Foei. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Nou, en dan gaan we naar servers. Niet instijgen. Ja. Wat staat daar? Ik heb echt geen idee. We zetten er maar gewoon op iets hoor. Hé, haken stond er. We moeten naar Hagen. Oh, daar komen we vanaf trouwens.
Hagen Hauptbahnhof. Nou, dat is niet anders. Nou, daar zit ook Hagen op. Mooi. We gaan de deur alvast dicht doen. Hebben we nog niet groen? Wel over 3, 2, 1, 0. Ja. We gaan op. Zo. We moeten weer een stukje rijden. Haha. Zeven minuten over dit stuk. Ja, dag, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Echt? Ja, zeven minuten. Vind ik heel raar, vind ik heel raar. Kunnen we zo alweer gaan remmen. Tijd gaat hard. Nou. Rem maar vast zou ik zeggen, want 7 minuten, dat klopt echt gewoon niks van. Nou, we gaan wel weer echt veel te vroeg heen. Er mag wel weer tractie bij. Want dan komen we er nooit. Nu mogen we op 1. Of op 2. In ieder geval wel remmen gewoon. Dat wel. Die nächste Station ist Schwelm. Het volgende station is Schwelm. Ah, het spreekt een keer goed uit. Of niet, ja, goed. Zo, we remmen hard. Dat is echt een raket gewoon, joh. Die nächste Station ist Schwelm Richtungswechsel Hagen. Het volgende station is Schwelm overstappen richting Hagen. Nou ja, dat heeft ze nu al 5 keer gezegd, dat we op station Schwelm zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, staan wij helemaal op het station? Ja, we zijn hier 2 minuten te vroeg. Ja, die gaan we terugkrijgen. Even kijken. Ik ga alvast het volgende in de omroep zetten. Het volgende station. Dat wordt Wuppertal. Ik kan zelf geen Duits namelijk. Wuppertal Oberhamen. Dat weet ik wel. Ik weet niet of ik de omroep al... Jullie mogen de omroep nog niet horen. Ik ga er even naar luisteren. Even kijken of dat het, hoe ze het zeggen, zeg maar. Oké. Maar dan heb ik daar geen last van. Horen. Hebben jullie allemaal al gehoord? Low. Volgens mij is er geen low, of wel? Nou ja, leuk. Lachen. Master instrument, light, headlight, alles dat. Hey, we mogen eindelijk weg! Dit duurt lang. Jeetje. Ik weet nou niet of ik het er tussenuit geknipt heb, of niet.
Waarom staat er nergens een pijl hoe hard ik mag? Oh, laat maar, ik heb hem over het hoofd gezien. Ja. In ieder geval, of ik het er nou tussenuit heb geknipt of niet, dat weet ik persoonlijk niet. Dat weet ik pas na het editen. Dus of het komt in beeld, dat ik het er wel tussenuit heb geknipt of niet. Of jullie hebben het gewoon gezien. Het ligt echt maar af hoeveel zin ik het heb om te editen, zeg maar. Waarschijnlijk veel. Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. We gaan nu verder naar Wuppertal Oberhammen of zoiets. Ik heb net naar Omroep geluisterd, ze zeggen het best graag. En dan is dat de ene laatste station. Nee, dat is het. Tweede laatste station. Zeg ik het dan goed? Ik weet het eigenlijk niet. Maar dat die sprinter voor ons zit, vind ik wel irritant. Want. Rijden we nou gewoon door rood? Op mijn map staat dat we nu door rood rijden. Oh, oké. Okay. Dat is waarschijnlijk voor tegen. Waar is die sprinter dan? Doe ik even op mijn snelheid letten, dus die zet ik in ieder geval even stop. Oh, dit kan een hele mooie drive-by zijn, hè? En dat gaan we zeker even doen. Dat gaan wij zeker even doen. Want hier dadelijk heb je een station, dus heel lang vliegen. Maar je hebt hier dadelijk een station en dat kan een hele mooie drive-by worden. Maar dat ligt echt aan... En nu denken jullie, Mike, dit is heel irritant. Dat kan kloppen. Wap, wap, wap. Hé, hey, staat een goederentrein. Geinig. Gaan we echt hard naar beneden ook. Kijk, hier. Het is er. Nou, en dat doen we even voordat we de treinspot zijn. Hier staat een ding. Dinges. Nou. Waar is onze trein? Daar. Let op. Zet je geluid wat zachter, zou ik zeggen. Onze camera staat hier. Zo, op statief. Eigenlijk gek hè, dat ze daar zo hard voorbij mogen rijden. Oh, we moeten remmen. Daar had ik niet door, kloten. Ja, dit is dom. Ik zei dat ik een remtest moest doen, hè. Ja, daar mag nu wel gebruik van gemaakt worden. Die nächste station is Wuppertal Oberhammen. Het volgende station is Wuppertal Oberhammen. Nou, gelukkig hebben we die remtest gedaan. Als dat was het nu niet goed gekomen. Wat was het volgende station op Barmen? Barmen. Oké. Okay. Ja, het was echt niet goed gekomen als we die remtest niet hadden gedaan. Want ik was echt gewoon niet aan het kijken en niet aan het opletten. En moet je altijd doen, hè? Heel belangrijk, ook in het leven van een machinist. Wij moeten nu even op de map in de gaten houden. Wanneer wij even moeten remmen, want hij zegt dat we dan helemaal op station staan, maar daar heb ik eigenlijk nooit zoveel vertrouwen in als ik eerlijk ben. We zijn nu op het station. Vanaf nu in de video zal ik iets minder zeggen. Spijt me.
We krijgen nu een treinrace tussen een sprinter en een intercity, jawel. Het ergste is dat die sprinter me nog inhaalt ook. Zo meteen even de thumbnail gemaakt. Sprinters hebben voorrang. Oké, raar. We hebben hem ingehaald.